Hey mensen, zag je dat? Oh, mijn haar zit niet goed. Als je haar maar goed zit, dat is belangrijk. Oh, het zit nog steeds. Het zit vergemeten. Ik ben net wakker. Nee, ik ben niet wakker. Grapje. Ik ben wel wakker. Ik ben niet net wakker. Ik ben een. Ik film ondersteboven, of niet? Ja, wacht. Oké, dat hou ik erin. Goed. Wat ik net zei, dat ik niet net wakker was. Niemand gelooft dat nu meer. Goed. Gisteren was de gathering. Ik heb een heel erg tof cadeau gekregen van Wesley Vloger. Daar heb ik gisteren helemaal niks over gezegd. Wesley Vloger is ook een YouTuber. En daar heb ik een cadeautje van. Ik had getweet een tijdje geleden. Dat iedereen, op feestje. En er is Fanta of Sisi, whatever. Het is precies dat. Of cola of Pepsi, ook precies hetzelfde. Mensen gooien dat altijd door elkaar, zeg maar. Omdat het gewoon een lekkere combinatie is. Wind. Fanta en cola. Ik noem het maar gewoon Fanta en cola voor het gemak. Want anders moet ik deze zeggen. Cola, Pepsi, Sisi of Fanta. Of, ja, snap je? Dus ik zeg gewoon cola en Fanta. De cola en Fanta mix. Iedereen gooit dat er bij elkaar. Omdat het gewoon een lekkere combinatie is. Ik vroeg me af. Waarom is die combinatie waarom is die combinatie niet te koop in de winkel? Waarom is het bedrijf Coca-Cola of Pepsi, ik weet niet welk bedrijf erachter zit, misschien is dat er gewoon Pepsi, weet ik niet. Weet jullie? In ieder geval, waarom is zo'n groot bedrijf is er nog niet op ingespeeld, op die gat in de markt, zeg maar. Maar dat is er dus gewoon. Ik dacht, briljant, ga ik verkopen, maar nee. Kan niet meer, want Freeway, zo heet dat, die hebben ook cola en die hebben het gewoon al bij elkaar geketst in een fles en op het thee verkocht. Slim. En in Duitsland heet het ook Snapsie of zo. Snapsie? Snaps? Snapsie? Snapsie? Ik weet het niet. Sorry. In ieder geval, dat is ook een combinatie daarvan. Over combinaties gesproken en verkopen. Ik had een supergoed plan om maaltijdsoepen te verkopen. Althans, ik wist niet dat dat bestond. Dat je zeg maar gewoon aardappels of aardappollen of aardappelen. Aardappelen of aardappels. Mag je zelf weten welke jij lekkerst vindt. We hebben zeg maar twee verschillende smaken, zeg maar met aardappels en aardappelen. Aardappelen. Zeggen jullie aardappels of aardappelen? Aardappelen. Aardappelen klinkt echt raar. Oké, in ieder geval, dat kook je zeg maar in bouillon. Met vlees ook erbij en groenten. En dat is je maaltijd. Snap je? Dat is gewoon een soep eigenlijk, soort van. Met alles erin, ja, gewoon een hele maaltijd. Dat is toch slim? Is briljant. Dus dat had ik verzonnen met een vriendin van mij. En die wilden we op de markt gaan brengen. En nou ja, 2 maanden later, reclame op televisie. De maaltijdsoepen van blablabla. Dus nou, dat kan ook al niet meer. Dat was zo'n goed idee. Jammer. In het buitenland eten ze het wel allemaal. In Roemenië eten ze allemaal maaltijdsoepen. Dat weet ik toevallig. Want mijn vriendin die is half Roemeens. Dus, die heeft dat maar verteld. Van, het is echt gewoon helemaal een dom idee. Want dat doen ze al lang in Roemenië. We lopen wel achter eigenlijk hier zo. In ieder geval, wow, ik moet alweer stoppen, mensen. Eigenlijk, want het begint toch wel weer aan de langte. Ik vind applausje voor mezelf. Ik vlog weer dagelijks. Ik begon ondersteboven, maar we hebben toch weer recht gedraaid. Hè? Om gewoon voor de orde en zo. In ieder geval, morgen ben ik er weer met een nieuwe vlog. En hopelijk dan ook weer dingen om te vertellen, want dat is wel essentieel bij vloggen. Want mijn vlog van gisteren, beduidend weinig informatie. Ik heb wel wat verteld. Maar dat komt omdat ik heel erg moe was. De dag was zo lang en zoveel mensen, handtekeningen, zoveel foto's. Is vermoeiend. En aangezien mijn vitamine D en zo, het is nog steeds niet helemaal goed. Moet ik eerlijk toegeven dat ik wind. Nee, dat ik de laatste paar keer mijn vitamine D niet heb opgehaald. Omdat ik. Oké, in ieder geval, ik ga er nu stoppen. Mensen, laat even een reactie achter. Oh, ik moet niet zo snel afgeleid zijn, anders wist ik gewoon nog wat ik net vroeg. Kijk even het filmpje terug, want daar stel ik een vraag ergens halverwege. Geef antwoord op die vraag, ik ben heel erg benieuwd. Ik zie jullie morgen met een nieuwe vlog. Mensen, later.